Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat de bewolking overheerst in Nederland. En op een heleboel plaatsen is het ook nevelig. In het noorden valt bovendien op een aantal plaatsen wat lichte regen. In de loop van de dag kan er ook elders in het land een enkele bui ontstaan. De bewolking houdt de overhand, maar later zou in het zuiden en zuidoosten af en toe wel even de zon kunnen doorbreken. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond zijn er verspreid wat meer opklaringen. Het wordt op de meeste plaatsen droog, en zo halverwege de avond is het een graad of 18. Komende nacht kan er opnieuw mist en laaghangende bewolking ontstaan. Morgenochtend is het dan overwegend grijs. In de middag breekt verspreid af en toe de zon door. Het wordt dan 20 tot 24 graden. In het binnenland kan lokaal een enkele buit tot ontwikkeling komen. Op maandag en dinsdag is het overwegend droog en gaat de zon ook weer vaker schijnen. Bij een zwakke tot matige noordelijke wind wordt het 18 tot 22 graden in de kustprovincies en 23 tot 25 graden verder land-inbaat. Op woensdag wordt het overal weer zomers warm. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.